Hey kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Kiel Palak en vandaag gaan we het hebben over Instagram. Vind je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Kunnen we de 2000 likes halen? Dat zal super awesome zijn. Dus let's go. Vandaag ga ik het dus over Instagram hebben. Je weet wel, dat ene social media platform waar ineens iedereen 10.000 filters gebruikt om zichzelf mooier te maken. Ja, ik ook. Volg me daarom ook. Voor de mensen die denken dat dit een soort van top 10 lijst is die ik van internet heb gehaald. Nee. Ik ben origineel. Mijn eerste irritatie. Mijn eerste irritatie is dus follow for follow. Ja, dat hoort niet thuis op Instagram. Ik heb dus jou gevolgd om jouw foto's te bekijken en niet van iemand anders om te weten dat diegene een follow wilt of iets dergelijks. Nee, dat hoort gewoon niet. Irritatie nummer 2. Te veel hashtags in je freaking post gebruik. Waarom? Hashtag summer. Hashtag no filter. Hashtag squad goals. Send. Mijn derde irritatie. We willen altijd wel eens wat winnen. Dat is altijd wel zo goed en dan misschien wel zo leuk. Maar dan constant bijvoorbeeld, vroeger was het een iPhone winnen. Nu moet je iets taggen en dan kan je iets winnen of iets dergelijks. Jongens, ik ga wel naar de staatsloterij als ik iets wil winnen. En niet op mijn freaking Instagram. Irritatie 4. Oké. We weten dat je allemaal filters kan gebruiken op Instagram of je hebt gewoon third apps dat je kan gebruiken om filters eroverheen te gooien. Want als je Instagram gebruikt, kan je maar één filter doen. Maar mensen overusen het en dan ziet het er zo uit. Ja, ik weet het. Ik heb niet eens die foto gezien of zo. Nou ja. Irritatie 5. Oké, ik snap dat sommige mensen hun account privé willen hebben. Of ja, dat ze mensen niet zien hoe ze eruit zien. I don't know. Maar volgen en dan ontvolgen. Dat is vrij vervelend. I know. Het is irritant. Ja, niet doen. Of je volgt me, of je volgt me niet. That's all. Dat vraag ik alleen. Ja, vragen om te volgen. Of niet te volgen. Make up your mind. Irritatie 6. Je account op slot hebben. Ik wil bijna zeggen van dat je NASA-accounts of weet ik veel codes hebt om nucleaire dingen te laten ontploffen of iets dergelijks. Maar die is cliché. Waarom de fuck zet je je freaking account op slot? Waarvoor is het nodig? Ik snap het niet. Of je hebt Instagram, of je hebt geen Instagram. Of je bent mooi, of je bent fucking lelijk. Irritatie 7. Even kijken hoor. Zo goed, ja. 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 Yay. Vandaag was super leuk. Ik heb echt genoten van vandaag. Punt, punt. Punt. Wie zal ik eens even gaan taggen? Ah, we doen Joey op de neus. Oorbel voor Gio. Griffers voor Alex, even nadenken. De kin voor Maarten en zo. Nu is hij af. Je hoeft niet random mensen te gaan taggen. Alleen ik stond op de foto. Tag mij niet in een foto waar ik niet op sta. Ik snap het niet. Irritatie nummer 8. Een heel gesprek onder andermans foto doen. Gebruik freaking WhatsApp of zo. Of vraag elkaars nummer. Niet onder mijn comments. Hey Lau, hoe was het vandaag? Hey! Tineke, was leuk met bestie. Ah, kom je morgen ook? Vraagteken. Huh? Ook? Naar wat? En dan kom ik ertussen zo van, jongens, gebruik dit alsjeblieft niet onder mijn foto's. Hey, Shaquille, we zijn een gesprek aan het voeren. Punt, punt. Punt. Ja, Shaquille. Hou je er buiten. Punt. Punt, punt. 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 Maar het is... Het is mijn foto. Zo, en dat was hem voor vandaag. Als je hem leuk vond, druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Ik zou zeggen, kunnen we de 2000 likes halen? Dat zou super awesome zijn, zoals ik al zei aan het begin.
Heb jij nog meer ergernissen van social media, Instagram of misschien van een ander platform? Laat het dan beneden even in de reacties weten. Vergeet ook niet mijn sociale media uit te checken in de beschrijving. Al mijn linkjes, Twitter, Instagram, Snapchat en alles staat allemaal beneden. En als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, druk dan even op het mooie rode knopje. Want dat betekent abonneren en dat is helemaal gratis. Dus ik zou zeggen, doe het. Want 50%, heb ik gekeken, is niet geabonneerd. Dus drukken. Bijna 30.000. Let's go. Jongens, dan is er nog maar één ding te zeggen. Tot de volgende.